gaan we kijken naar alcoholen als reductoren. En dan hebben we het natuurlijk over redoxreacties. In een redoxreactie kan alcohol ook een reductor zijn. En dat hebben we tot nu toe niet gehad. Want tot nu toe hebben we alleen gekeken naar oxidatoren, reductoren. In onze Binas-tabel 48. En die Binas-tabel liet toch vaak, tenminste wat we gebruikt hebben, zijn toch vaak ionen, dus opgeloste zouten, ja, en metalen. Maar nu dus ook moleculaire stoffen, alcoholen. Voordat we daarmee beginnen wil ik eerst even kort aanstippen dat we onderscheid maken tussen drie verschillende alcoholen. Primaire, secundaire en tertiaire alcoholen. En dat heeft te maken, ja, die onderscheid maken we naar aanleiding van dat rode, wat ik hier rood getekend heb, C-atoom. En zoals je ziet, een primair alcohol, daar zit de OH-groep aan een C-atoom, die maar aan één andere C vastzit, één ander C-atoom. Bij een secundaire alcohol, 2 dus, zit die aan twee koolstofatomen vast. Ja? Dus de alcoholgroep zit aan een koolstofatoom vast, die aan twee andere C-atomen vastzitten. En tertiair, ja, zit dus dat C-atoom aan drie C-atomen vast. Nou, die tertiaire alcohol doet niet mee, ja, als reductor in een redoxreactie. Dat kan niet. Dus we hebben alleen maar te maken in een redoxreactie, ja, waarin de alcohol een reductor is met primaire en secundaire alcoholen. Als we eerst beginnen met de secundaire alcohol, dan zie je dat deze secundaire alcohol, propaan-2-ol, die kan verder reageren als reductor in een redoxreactie, dus er moet een goede oxidator zijn, ja, tot propanol, ja, tot propanol. Dan als ik dat heb, dat is dus een keton, ja, dus ik heb van een alcohol heb ik een keton gemaakt, dan kan ik die reactie zelf kloppend maken door H+'en neer te zetten, ja, H+'en om mijn H-atomenbalans kloppend te maken. En dan maak ik de lading kloppend door elektronen hierbij te zetten. Ja, dus dan zien we dat propaan-2-ol, een alcohol, verandert in een keton. Ja, plus H+, 2H+'en en elektronen. En dit heeft natuurlijk effect op mijn pH. Een primaire alcohol, ja, zoals hier butaan-1-ol. Een alcohol waarin het OH dus aan het einde zit, want anders kan die geen primaire alcohol zijn. Dat kan een aldehyd worden. Dat kan een aldehyd worden als die als reductor meedoet in een redoxreactie. En als die een aldehyd wordt, dan kunnen we ook weer deze reactievergelijking kloppend maken door er H+'en bij te zetten. Om die H-balans, zeg maar, eventjes netjes te maken. Ja, als je dus H-atomen telt links en rechts van de pijl, dan merk je vanzelf dat hier 2H+'en bij moeten. Dan heb ik hier een neutrale lading en hier 2+ ladingen. En die kan ik natuurlijk kloppend maken door er 2 elektronen bij te zetten. Wat staat hier achter? Dit kan verder reageren tot een carbonzuur. Ja, want een aldehyd kan ook nog steeds als reductor verder reageren. En dan zien we dat hier in blauw staan. Hier heb ik dezelfde aldehyd, butanol, water erbij. Dus het zit vaak in een oplossing. Dus dat water, dat heb je toch wel gegeven. En dat wordt hier butaanzuur. Ook weer plus 2H+, plus 2 elektronen. Deze stap kan je natuurlijk in één keer doen, ja, maar daar gaan we nu mee bezig. Goed, moleculaire stoffen, ja, primaire en secundaire alcoholen kunnen dus meedoen als reductor in een redoxreactie. Ik ga een voorbeeld met je doen. Ethanol, ja, en een aangezuurde kaliumdichromaatoplossing heeft azijnzuur als product, geeft de halfreactie en geeft de totaalreactie. Dit zou zomaar een vraag kunnen zijn die je bijvoorbeeld voor je huiswerk of misschien wel een toets moet kunnen. Nou, je ziet hier dat die eerste halfreactie, die heb ik in structuurformules getekend. Ja, en die structuurformule zie je hier. Ja, ethanol en water wordt ethaanzuur plus 4H+, plus 4 elektronen. Wil je dit in 2 stappen doen, dan mag dat natuurlijk. Dan maak je die 2 halfreacties onder elkaar. Tel je gewoon die 2 halfreacties bij elkaar op. Ja, en dan kom je hopelijk hierop uit. Ja, lukt dat niet? Stel mij misschien even een vraag. Ja, ik reageer altijd. Nou, dan moeten we die kaliumdichromaat oplossing moeten we natuurlijk ook nog even opzoeken. Goed opletten dat die aangezuurd hier is. Ja, dus we zoeken hem op in onze Binas. Ja, en we zien hier dichromaat.
Ja, plus 14H plus, plus 6 elektronen. We nemen gewoon deze over zoals die hier in je BiNOS staat. We zien alleen hè, dat we kunnen deze twee halfreacties, zoals je weet, niet zomaar bij elkaar optellen. Want ik hoop dat aan het eind in mijn totaalreactie, daar hoop ik natuurlijk geen elektronen aan te treffen. Nou, dat kan ik maar op één manier oplossen. Ik zie hier 6 elektronen, ik zie hier 4 elektronen. Als ik deze keer 3 doe en de onderste halfreactie keer 2, dan kan ik die elektronen van elkaar wegstrepen. Dat heb ik gedaan. Ja, en ik heb nog wat meer weggestreept, want je ziet hier water staan en ik zie daar water staan. Dus die kan ik natuurlijk op het eind ook wegstrepen, maar dat heb ik in één keer, heb ik dat opgelost. Ja, je ziet hier dat ik het weer in molecuulformules heb opgeschreven. Ja, ethanol en het ethaanzuur. En ja, dat ligt natuurlijk aan de vraag, als de vragenmaker daar heel duidelijk is, heel expliciet in is... Ja, dan moet je dat natuurlijk wel weten. Dus goed onthouden, wat is een structuurformule en wat is een molecuulformule? Want als je het andersom doet, ja, dat keurt je docent niet altijd goed. En je examinator helemaal niet. Ik heb een vraag waarmee je zelf aan het werk kan. Ja, methanol met een overmaat van een krachtige oxidator. Ja, je merkt dat we hier niet met die delta V0 aan het werk gaan. Dus je moet, hè, goed lezen. Een krachtige oxidator en het is een overmaat. Dat betekent dus dat dat methanol kan reageren tot hij het niet meer verder kan. Ja, dus als er twee stappen tot een carbonzuur gemaakt kunnen worden, ja, dan is dit de clue dat je dat kan doen. Ja, er ontstaat achtereenvolgens methanol, methaanzuur en CO2 en H2O. Goed. Geef de halfreacties van deze drie processen, dus je moet 3 halfreacties geven. En je moet verklaren waarom methaanzuur wel en ethaanzuur niet verder kan reageren in deze situatie. Nou, gaan we gewoon mee aan de slag. Ja, de oplossing staat natuurlijk beneden in de show notes. Misschien wil je subscriben, misschien vind je dat andere filmpje, de suggestie van YouTube zelf, vind je een goed idee. Heb je comments? Ja. Ik reageer altijd, dus ik hoop ze van je te lezen. Heel veel succes! Zal ik gewoon in mijn trui gaan? Waarom niet? Wat is de... Nee, ik doe altijd in een overhemd. Nee, dan moet je dat niet veranderen. Nee, hè?